Goed, hier zitten we weer. Ik heb een nieuwe camera. En deze was, ik had het voor de verkeerde besteld. Dit was de 6S Plus. 6S Plus en ik had het voor de 6 Plus besteld. Die was wel geen 14,95, maar 44. Dus dat was een verkeerde camera. Deze schijnt veel beter te zijn. Dus dan gaan we nu eens even kijken. Als we die gaan openmaken en veranderen. Maar daar ook gewoon zelf twee. De laadkamer zou kunnen veranderen. Ja. Nou, twee schroefjes eruit en je kunt hem openmaken. Keurig alle schroefjes op zijn plek. Is het moeilijk die camera erop nee, te zetten? Nee, is makkelijk. Je hebt hem nu al erin gezet. Ja. Erin gedrukt. En dit is de oude. En waarom was hij nou zo aan het trillen? Goeie vraag. Ik ben heel benieuwd. Ja, het is heel makkelijk. Stekkertje eruit, stekkertje erin, klaar. Nou, hij is weer dicht. En wat was het resultaat? Wat doet hij? Oké, we zetten hem aan. Hij zit erin. Yay! De nieuwe camera. Nou, dat was inderdaad. Nu kan hij echt definitief dicht. Opruimen. Hoe lang duurt het nou, denk je? Als je het nu eenmaal weet. Om wat te doen? Om de camera te vervangen. 5 minuten, 10 minuten maximaal. Oké. Okay. Doet hij het? Gaat naar de zuster. Cool. Mooi, dankjewel. Fix your iPhone.